staan ook dicht bij de maatschappij. Nou, voetbal, voetbal heeft een tweeledig doel, denk ik. Dat je als ouderen beweegt, maar dat je ook nog je contacten wat onderhoudt. Er zijn wat gesprekken geweest. Er is een commissie geïnstalleerd, die denk ik ook nog wel wat begeleiding heeft gehad van Jens Dijkstra. Maar Eeltje van der Waal, Dirk Ritskes en Gorf Spoelstra, die hebben allerlei kanalen gevonden om wat bekendheid aan te geven. Een mooi stuk in Huis in Huis. Met als resultaat dat hier vandaag nog bij deze kick op een hele mooie groep staat. Nou, ik hoop van ganse harte dat het nu echt goed van de grond komt. Ik wens jullie allemaal een hele mooie ochtend met een hele prima lunch verzorgd door Rob van der Kooi. De training, ik zei als bestuur, staan we er volledig achter. En we faciliteren dat ook. En we hebben in Kaaien Kleefstra, een van onze beste eerste elftal spelers, met zijn voetbalschool, helaas geblesseerd trouwens, maar met zijn voetbalschool ben ik bereid gevonden om de trainingen dit seizoen te gaan verzorgen. Dus dat is altijd goed en daar zal het niet aan liggen. Ik wens jullie een prettige dag en een heel mooi seizoen. Ik heb zelf wel de leeftijd om mee te doen, maar ik hou wel verplichtingen. Vanavond sta ik op het trainingsveld en op mijn leeftijd 2 keer per dag in het trainingspak bij aan. Dat is ook wat te veel. Dus ik wens jullie allemaal heel veel succes. Ja, het was vroeger als het nog steeds. Ja, als ik een beetje gevonden zijn. Ik dribbel,
haal hem op de voet door en ik draai hem om en dan is het volgende naar de buurt. En die start op het moment dat ik eigenlijk de bal heb aangenomen, dat zou mooi zijn. Oké? Okay? Yes, gaat ie! Even tussen de vakjes, ik plaats hem in. Dribbelen, dribbelen, dribbelen. Omdraaien. En de volgende. Spelen, aannemen, dribbelen. En de volgende, yes! Spelen in. En weer door. Yes, gaat. Ik sta hier bij Klaas Terveen. Hij is een van de nieuwelingen bij 60PLUS All-Stars voetbal. Hoe is het jou vergaan de eerste keer? Dat ging prima. Ja, ik voel me er echt goed bij. Ja, ik ben voor herhaling vatbaar. Nou, oké. Okay. Dus je zou het aan kunnen bevelen bij anderen? Ja, zeker. Dit is een echte aanrader. Ja. Helemaal goed. Nou, bedankt. Ja, je kunt natuurlijk zelfstandig warming-up doen en dan zorg ik dat ik het de rest klaar heb staan, dan zouden we inderdaad 10:15 kunnen starten. Ja, dan kijk, daar heb ik gepubliceerd namelijk, de inloop 9:30 en de training om 10:00. Ja, nou ja, dan doen we dat. Ja? Helemaal goed. Jullie dat voor de rest nog willen communiceren naar anderen die mee gaan doen. Oh, ja. En voor degenen die er vandaag voor één keer waren, succes. Dankjewel. En tot een volgende keer. Dankjewel. 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 Dankjewel.